Yo gasten, een hele goede dag allemaal, Arjen hier en vandaag breng ik jullie weer een nieuwe normale commentary en dit keer op de achtergrond gameplay heb ik voor jullie een 40-1 op Black Ops 2 op de map Overflow met de M27 en de AM94. Ik was even kwijt hoe de M27 heette, maar dat is de M27 natuurlijk, want dat zeg ik net. Maar dit is weer een Black Ops 2 potje, Team Deathmatch, waar ik gewoon lekker 40-1 ga, echt episch. En volgens mij ga ik net op een 28 streak dood, net voor mijn nuclear. Dus dat is echt heel erg kloot. Ik zat er dichtbij, maar ja, het is niet anders. Ik bedoel, ik heb gisteren ook weer een nuclear gehaald, dus die komt binnenkort online. Maar deze in ieder geval geen nuclear. En vandaag wil ik het eventjes met jullie hebben over Escape. Want zoals jullie wel weten, de server van de King77NL, oftewel Paul. De Escape server. Wat is daarmee en wat gaan we daarmee doen? Zoals jullie wel weten natuurlijk is dat een storyline die we daar gaan bouwen. Die we daar gaan uitvoeren. En daar hebben we... Eens kijken, wanneer neem ik dit op? Ik neem dit op zondag. Wanneer zal het online komen? Ik denk maandag dat dit online komt. Dus we hebben zaterdag op zondagnacht hebben we de eerste opnames gehad. En dat ging in principe prima. Alleen, ja, het duurde lang. Maar dat kan je natuurlijk wel verwachten, hè? Want de eerste opnamesessie die duurt eigenlijk altijd lang. Want je moet iedereen een beetje instructureren, of hoe je dat ook wil noemen, instrueren. Wat ze allemaal precies moeten gaan doen, hoe ze moeten lopen, wat ze moeten zeggen ongeveer. En dan moet je maar kijken of het allemaal goed gaat. En bij sommige mensen ging het minder goed dan bij anderen. En bij anderen ging het natuurlijk weer beter dan anderen, maar dat hou je altijd. En in principe zijn alle opnames gewoon goed afgerond en binnenkort gaan we weer opnemen. Maar we waren begonnen rond een uurtje of 10 s'avonds en er was gezegd dat het tot een uurtje of 1 s'nachts zou duren. Maar dat was inmiddels 4 uur s'nachts geworden. Gewoon omdat af en toe dingen faalden, af en toe moesten we nieuwe dingen uitzoeken, af en toe moesten we nog dingetjes veranderen en zo aanpassen. En hadden we allemaal er een mening over om het misschien te verbeteren en zo. Die moesten we al die meningen eventjes nagaan, kijken wat het beste was. En dan komen we eruit. Maar in principe, ik vind het niet erg om zo lang op te nemen. Want het is natuurlijk superleuk om te doen. En daarnaast is het ook gewoon... het is vet om zo'n serie neer te zetten voor jullie. En hoe langer wij de tijd erin steken, hoe vetter de serie ook eigenlijk wordt. Want we hebben er veel tijd in gestoken. Dit was eigenlijk voor alleen de trailer en de eerste aflevering. En dat is met opnames bij elkaar dus ongeveer zo'n 6 uur geweest. En dat is misschien voor de trailer maar 1 minuutje. En voor de eerste aflevering 10 minuutjes of zo. Maar we willen het gewoon zo goed neerzetten dat we daar echt lang mee bezig zijn. En dat heb ik er ook wel voor over. Want ik denk dat het een hele goede serie gaat worden. Alleen dan moeten we het natuurlijk met z'n allen wel heel goed neer gaan zetten. En hoe doe je dat om het goed neer te zetten? Nou ja, dat doe je gewoon met z'n allen om er veel tijd in te steken. Goed alles met elkaar te overleggen en zo. En dat hebben we gisteren gedaan. Eergisteren, als jullie deze commentary zien. Eergisternacht. Maar voor mij is het gisteren als ik deze commentary inspreek. Maar in principe is de eerste opnamedag goed gegaan. En ik kan niet wachten tot de tweede opnamedag. Want ik vind het gewoon leuk om zulke dingen in te spreken in principe, weet je. Ook al is het misschien niet zo... hoe zeg je dat? Het is misschien niet zo natuurlijk, maar het is wel hartstikke lachen om het zo in te spreken. Om gewoon een beetje te oefenen en gewoon een beetje random dat in te spreken en te improviseren. Want het was vooral improvisatie, want dat is ook wat we ermee willen bereiken met die serie. Dat is gewoon dat het niet... Dat het niet automatisch klinkt alsof het allemaal gewoon opgezegd wordt, weet je. Want af en toe heb je scripts waar je aan moet houden. En dan heb je zinnen voor iedereen. En iedereen zegt die zinnen dan exact, weet je. En dan krijg je een heel erg schokkerig verhaal eigenlijk. Omdat iedereen continu de zinnen zin voor zin opleest. En dan klinkt het gewoon niet chill. En nu hebben we deels op improvisatie gedaan. En dat is op zich ook wel prima, weet je. Ik bedoel, improvisatie is altijd goed. En trouwens, ik heb wel nuclear gehaald, zie ik net. Nuclear, eventjes de nuclear gehaald. 31 gunstreek op het einde. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En Ajus, en Escape gaat vet worden. Jongens, ik zie jullie later. Ajus.